vraag is, heb je mij de echte Chantal laten zien in die korte tijd? Tuurlijk ben ik wel mezelf geweest, maar wat waren we nou samen? Of wat voor momenten kon je nou... Het was... En, ja, ben je dat geleefd? Snap je? Ja. Ben ik het mee eens? Bij een normale bruiloft voor je geleefd, maar nu word je nog drie keer zo hard geleefd. Ik wilde eigenlijk al de trouwzaal niet in. Weet je, omdat ik die paniekaanval had. En ik voelde gewoon en ik wilde naar huis. En ik zat natuurlijk al in zo'n paniek die zaal in. En voelde ik me zo slecht. Heeft niks met jou te maken, want ik had jou nog nooit gezien. Weet je, het was gewoon de paniek die mij overviel. Als ik dan terugkijk, dan denk ik van ja, maar waarom heb je eigenlijk ja gezegd? Dan denk ik, jij had gewoon nee moeten zeggen. Ja, maar toch stond ik daar op dat moment en ik dacht, ja, dadelijk is die het. En dan ga ik je nee zeggen in mijn paniek. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, kan ik wel zeggen, ik val op een man-man. 2 meter hoog, 2 meter breed. Man-man, ja. Nee, maar luister, ja. En als jij dan staat Henk daar, weet je, waar je in eerste instantie niet op... echt niet lullig bedoeld, op zou vallen. Maar dan denk ik, dadelijk ben je het. Ja. Snap je? Dus ik stond daar en ik denk, ik zeg ja. Eating with my ex, Going Dutch. Alleen te zien op Discovery+.